Hey, een hele goede morgen. De oplettende kijker weten waar we zijn. We zijn hier aan de Molenlaan in Rotterdam. Waarvan ik zeg, de mooiste straat van Rotterdam. Prachtige platanen. We zijn hier een tijdje terug geweest voor het kappen van een conifer hier. En de meneer wilde ook een prijs hebben voor stoppenfrezen. En daar gaat deze video over. We hebben hier de stoppenfrees. Dat is onze eigen stoppenfrees. Hij werkt als volgt. Je hebt een frame met een hendel, gaspedaal en een rem van één wiel. Zodat je de ander kan draaien. Je hebt de motor. Die draait een poelie aan. Veesnaar, dikke veesnaar loopt eroverheen. En die drijft het freeswiel aan. Daar zit een wiel op met allemaal Vidia, keiharde bijteltjes. En die vreten hier deze stomp weg. Je ziet dat de klant heel veel werk heeft verricht. Ja, die heeft hier van alles uitgegraven. Misschien om de stronk zelf uit te graven. Ik weet niet zeker waarom hij dat heeft gedaan. Maar dit is voor een stompenfrees niet nodig. Stronkenfrees gaat gewoon door het zand, door grond. En uiteindelijk door het hout natuurlijk. Ik probeer zoveel mogelijk in het hout te frezen. Want dan slijt hij het minst hard. Ga je in grond. Grond zijn eigenlijk gewoon miniatuur. En zand zijn miniatuurstenen. Dus liever niet te veel door grond. Maar het kan wel. Hey, wij gaan deze stronk verwijderen en vandaag gaan we nog twee stronken verwijderen. Normaal gaan we natuurlijk een boom kappen, afvoeren, eventueel frezen erbij. Maar nu heb ik toevallig drie mensen die me hebben benaderd afgelopen week voor het verwijderen van stronken. Dus vandaag gaan we drie keer stronken verwijderen en ik ga jullie ook vertellen wat ik ermee verdien, hoe ik dat aanneem. Hey, allereerst het starten van deze. Je hebt heel veel verschillende soorten stronken frezen. Of stobben frezen zoals het heet. Je kunt ze ook huren bij Boels. Hou er dan wel rekening mee dat de bijtels vaak heel bot zijn. Maar dit is een Honda GX390 motor. En die start je als volgt. Het gaspedaal zit hierboven. Je zet hem aan. Deze staat, heb ik altijd op aanstaan. Dus je zet hem hierop aan. Dan zet je de choke aan. Benzine staat bij mij ook altijd aan. Dus benzine die kant op, naar rechts. De choke naar links. En hij staat hier gas. Het is een beetje een apart systeem hier zo. Nu kun je hem starten. Als die aanslaat, meestal is het bij één of twee keer trekken. Doet deze het. Dan zet ik de choke terug. Laat ik hem even een paar keer rustig warm draaien. En dan gaan we frezen. Hoveniersbedrijf Aad Breeveld komt even langsrijden. Er zijn al meerdere hoveniersbedrijven langs geweest. Dat betekent dat hier in Rotterdam gewerkt wordt, jongens. Hey, we zijn hier klaar. De stronk is gefreesd. De standaard service die ik altijd aanbied is het frezen van de stronk tot ongeveer 20 centimeter onder maaiveld. Als je dat doet, kan de klant er daarna overheen bestraten of een gazon aanleggen. Of kleine beplanting, zoals kleine struikjes of zo, bloemen, plantjes, kunnen ze daar aanbrengen. Dus dat is standaard, die moet je altijd goed verwoorden naar de klant, dat je dat doet in de voorwaarden of wat dan ook. Zodat hij anders natuurlijk gaat denken dat je hem helemaal wegvreest. Ja, en de machine die ik heb kan tot ongeveer 30 centimeter diepte, maar dat is bijvoorbeeld niet diep genoeg om een boom te planten. Hey, deze klus is klaar, we gaan even kijken hoe laat het is, want we waren hier 7:58. En het is nu 28. 8:30. Dus we zijn een half uur bezig geweest van aankomst. Even praten met de klant. Frezen opruimen tot nu. Ja, en nu gaan we naar de volgende klant toe. Zo, we gaan nu naar een andere klant. Dus hier in de buurt op ongeveer 5 minuten rijden.
Wat een activiteit deze ochtend. Oké, daar zijn we over 5 minuten. Hey, het vreeswerk wat we net hebben gedaan heb ik aangenomen voor 170 euro inclusief BTW. Ik neem altijd de prijs alles inclusief. Want dat is wat de klant wil. Ik zag ooit een reclame van Dix. Dix autoverhuur. Verhuurbedrijf, zit er ook ergens in Noord-Holland of zo, ik weet niet precies. Nou, die maken we, die hadden wat toffe reclamefilmpjes gemaakt, maar ze sloten af met dat die vader wat zei over 3 dingen die een klant wil. Dat zijn 1. Een eerlijke prijs. 2. Persoonlijk contact. En 3. Geen verrassingen. Geen verrassingen. Daar hou ik ook totaal niet van. Vooral financiële verrassingen natuurlijk, maar ik hou echt niet van verrassingen. Niemand houdt ervan. Niemand wil iemand laten komen en dat het ineens 2 keer zo duur wordt, want een of andere vage reden. Dus ik bied altijd een totaalprijs aan, inclusief BTW, inclusief rijkosten, inclusief slijtage, inclusief brandstof, alles inclusief. Zodat de prijs die ik met de klant communiceer, dat die prijs ook uiteindelijk op de factuur komt te staan. Nu kan natuurlijk altijd gebeuren dat de klant meer of minder werk wil. Dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Maar in principe is de prijs die ik opgeef, dat is ook de prijs die op de factuur staat en die ze gaan betalen. Dus we hebben nu naar Rotterdam. Vanaf mijn woonplaats is dat ongeveer een half uur rijden. Dus ik heb 1/2 uur gereden, ik ben 7:30 weggegaan en het is nu 8:30. 8:30. We zijn dus 1/2 uur bezig geweest. 170 euro. Denk nou niet, oh, 170 euro verdiend. Nee. Je hebt natuurlijk heel veel kosten. Ja, wat zijn je inkomsten, wat zijn de uitgaven? De inkomsten is 170 euro. De uitgaven, je hebt je BTW, 20%, dat is ongeveer 30 euro. Heb je 135 euro hou je over. Dan komt de belastingdienst. Zo 1 keer per jaar, die komt wat ophalen. Die moet je betalen. Nou, dat is ongeveer 40%. Dus heb je misschien 80, 90 euro. Hou je over. Dan heb je natuurlijk gewoon je bus. Je hebt je slijtage aan je materiaal, je hebt je brandstof. Dus ik denk dat we op deze klus ongeveer 70 euro verdienen. Maar ja, 70 euro voor een 1/2 uur werk. Is niet heel verkeerd. We gaan nu naar een andere klus. Daar ben ik al eerder geweest bij die meneer. En die heeft ook een grote stronk van 1 meter over diameter. Van een beuk. Als ik een aanvraag zou krijgen voor een beuk, 1 meter, dan neem ik niet eens op. Dat is met deze machine echt vreselijk. Maar de klant waar we nu heen gaan, die heeft foto's gestuurd. En die laat ik nu even zien. En zoals je ziet, is die stronk helemaal, ja, die is misschien al 10, 20 jaar oud. Dus die zit er al heel lang, is helemaal vermolmd. Hij gaf ook een aanview, ik kan er, als ik er flink tegenaan trap, dan vliegen er al stukken vanaf. Dus ik heb een beetje aangenomen met het idee dat daar, dat mijn vrees daar redelijk makkelijk doorheen zal vliegen. Dus dat hoop ik maar. Maar ja, op hoop kun je geen factuur maken. Dus ik heb gewoon een startbedrag gerekend. Ik zeg, joh, ik stelde voor, omdat ik dan een keer geweest was, wat stel je zelf voor qua prijs? Dat was iets te laag, vond ik. Hij stelde voor 125 euro. Ik zei, nou, dat vind ik iets te weinig. Ik zeg, voor 170 euro, inclusief BTW. Dus hetzelfde prijs als waar ik nu ben geweest, wil ik dit wel doen. Bijkomend voordeel is dat dit maar 5 minuten rijden is. Dus ik ben begonnen met dit videootje toen ik daar wegreed. En nu ben ik op 500 meter van de klant. Dus ik ben er al bijna. Dus heel weinig reiskosten. Dat betekent dat ik wel iets langer aan vreeswerk zou kunnen besteden. Dus we gaan even kijken hoe dat gaat. Maar ik verwacht dat dat heel goed zal gaan. Ja, je ziet die stronk bijna niet. Ik zei van tevoren, misschien 10, 20 jaar oud, misschien wel langer. De klant die hier woont, dit is de Lijsterbeststraat, Lijsterbestlaan hier in Rotterdam. En hij vertelde, hier, hij vertelt dat, dit heette vroeger de Beukenlaan. En die stond helemaal vol met beuken. En toen zijn Schiebroek en Rotterdam samengegaan. En Schiebroek die had al een Beukenlaan. Of andersom, weet ik veel, ik weet niet eens waar ik ben. Of dit, misschien is dit wel Schiebroek.
Maar toen zaten ze eens met twee beukenlanen en toen hebben ze deze omgedoopt tot Lijsterbeslaan. De bomen zijn later een keer verwijderd en dit is de laatste boom die verwijderd was. Hij heeft hier iets verder in de straat gewoond. Is daar 15 jaar geleden komen wonen en toen was deze boom al gekapt. Dus de stronk is op zijn minst 15 jaar oud. En ik verwacht geen problemen. We gaan eens even kijken. Oké, zoals we dat in het Engels zeggen, another one bites the dust. We hebben deze stronk gekraakt. Doordat hij zo vermolmd is en zo'n groot oppervlakte, gaan er overal gaten ontstaan en gaat de machine scheef staan en is best hard werken. Maar goed, we zijn er niet fiets van, dus dat doen we gewoon. De beginstrook was best pittig en daarna was het redelijk makkelijk, maar zeg, groot oppervlak. Dus we gaan eens even kijken hoe laat het is. We waren hier ongeveer 8:55. En het is nu 6:09. Half uur. En op naar de volgende klus.